This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is, however, not the BBC. Mijn microfoon is te zwaar voor het statief wat ik heb inmiddels met het plopfilter ervoor. Kabouter plopfilter. Daily Minutes, 15 september 2019. Dat is de dag van zondag. Vandaag was de dag van de ballonvossenjacht. Ik heb een korte impressie zo dadelijk van de prijsuitreiking. Verdikken me die Belgen toch, zeg. Dat is toch wel weer heel fraai. Nou goed. Nee, ik gun het jullie, echt. En dat ben ik serieus. Maar goed, mensen die me kennen weten dat dat zo is. Leuk om te luisteren. Het leek wel alsof de voorbereiding wat minder goed was. Ik denk natuurlijk dat dat niet zo is. Maar het was ook wel sowieso wat rustiger op de repeaters. Toen ik begon met luisteren, toen was er op UTR was het nog helemaal niet druk. En de afgelopen jaren was het vaak zo. Het is zelfs wel eens geweest dat op meerdere keren dat Daily Minutes niet kon doorgaan. Omdat heel vroeg al begonnen werd met de uitzending voor en de inmeldronde. Maar dat was alleen op NOS. En op UTR was het op het moment dat ik begon. En dat was niet eens zo lang voor de uitzending. Of niet zo lang voor de jacht zelf, zeg maar. Ik heb dit niet gescript. Dus het is voor de vuist weg. Inclusief versprekingen. Die zijn gratis. Ik was iets van 20 voor 1 of zo was ik er pas. Er was wat met het baken. Daar waren ze mee aan het knutselen. Want dat ding dat deed het niet. Er zat ook een nieuwe parachute. Ja, dat baken dat vergde kennelijk wat inspanning. Vervolgens constateerde ik dat hij er heel erg zwak binnenkwam. En hij stond 5 kilowatt te laag. Dat had ik echt al heel snel in de gaten. Ik dacht, dat moet hem wel zijn. Maar er was niet veel van te maken. Dus daar heb ik geen opnames van. Vervolgens bleek ook de parachute nog niet helemaal goed te werken. Dus dat ding is met een redelijke snelheid omlaag gekomen. Gelukkig geen ongelukken. Ja, ik heb wel meer opgenomen, maar ik heb dat niet. Ik ga dat niet gebruiken. Ik ga alleen de prijsuitreiking gebruiken. Die was leuk. Ik weet niet precies hoe lang het duurt, maar ik denk dat het een minuut of 12 is. Daarna heb ik in elk geval de Amateur Radio Newsline en de column van Onno. Ik heb al veel uur erin zitten, maar goed, dat moet er maar even. Die zijn ook gratis. niet nog meer. Ik ga ze er niet uitknippen. Echt niet. Maar wat kan ik nog meer vertellen? Nee, ik wil proberen de komende week toch iets van de Daily Minutes meer van de grond te krijgen. Dus ik probeer in ieder geval elke dag iets te doen. Het kan misschien heel kort zijn met heel weinig beeldmateriaal en gewoon kort wat in de microfoon geboerd. Maar dat ik toch wel elke dag weer iets publiceer. Dan komt de rest vanzelf. Desnoods pak ik één nieuwsbericht voor zendamateurs elke dag. Maar ik wil wel weer elke dag wat gaan doen. En niet steeds overslaan. Maar of het lukt is een tweede. Want ik had het de afgelopen week wel krankzinnig druk. En de week daarvoor was het gewoon te veel. Vandaar dat ik vorig weekend behoorlijk geteisterd ben door hoofdpijn. En dat mag niet opnieuw gebeuren. Want dat was heel vervelend. En ik had heel veel dagen daarna er nog flink last van. Dus dat moet in elk geval voorkomen. Maar ik mis de uitzendingen wel een beetje. En het gaat een beetje mis doordat ik met de elektronica en met de webshop heel veel bezig ben. In plaats van met het boek waar ik mee bezig wil gaan. En dat is een beetje op de lange baan geschoven. Maar ja, het is het een of het ander en dit loopt nu helemaal zo. Dus, en daardoor, zoals ik al zei eerder van de week, heb ik niet het materiaal wat ik dacht te zullen gaan gebruiken voor de uitzendingen. Nou, dan moet er wat anders gebeuren, maar goed, ik doe het ook al zoveel jaar. Het is wel goed om het de afgelopen maanden een beetje rustiger aan te hebben kunnen doen. Ik heb wel deze fantastische microfoon nu. Ik vind het ding echt goed klinken trouwens. Hangt een beetje van de nabewerking af, maar dat gaat best goed. Met die kale microfoon is dat niet goed, maar met dat stofding ervoor, ja, dat is fantastisch. Nou, ik dacht dat ik nog wat wou vertellen, maar ik heb geen flauw idee. Dus laat ik het maar afsluiten, want anders wordt het gemompel. Oh ja, toen had ik de microfoon al weggedingest en toen kwam nog ineens wat ik wilde zeggen. Er is wel zo goed als zeker data, ik weet niet hoeveel dat is, maar tijdens de Amateur Radio Newsline en het vervolg daarop is er vast wel genoeg ruimte om nog wat plaatjes eventjes in te scannen. Eens eens kijken wat dat wordt. Het wordt wel beeldmateriaal en misschien dat er een stukje FL Digi voor zit.
Dat is D-Star. Maar dat er een stukje data voor zit. Maar het grootste deel dat zal zijn in DRM. Moet me niet vergissen, want dat gebeurt nog wel eens. Delta, Romeo, Mike. Eentje aan de vierkant gaat staan. Dan kan ik één kant op praten. Dan gaan we het maar proberen. Oh ja hoor, ik heb het gewoon toch wel. Belangrijk. Ben ik niet hoor. Remco? Ja? Ik ga jou even niet horen, want ik zet die koptelefoon even af. Misschien ook in het Hilversum gehoord worden. Even kijken, staan nog wat mensen ver weg? Kom jullie er allemaal even bij? Ja, kan ik niks van doen. Allemaal omzamelen, zeggen we dan. Ja. Nou, iedereen die deze kant op komt, zelf dicht bij elkaar. Zeg je, hè? Ja, 2 meter. Ja, wat moet je even draaien nog? Niet uit. Ja, 2 meter. Ja, maar... Hulp. Remco? Ja? Ja, zijn we nog in beeld? Je bent in beeld. En je bent live te horen in heel Nederland. We staan op de repeat. Ja. Mooi zo! Nou, ik weet niet, misschien moet ik wel af en toe een call noemen. Dan zijn we ineens Papa India 4 Romeo Charlie Golf geworden. Hartelijk welkom. Kunnen jullie me een beetje verstaan? Ik zal proberen duidelijk te praten. Ik moet een beetje om me heen kijken. We hebben hier toch een heleboel mensen bij elkaar. Ik heb gezien dat we in ieder geval rond de, nou wat was het, rond de 45 equips binnen hebben. Even als inleiding. 41ste ballon losgejaagd. En weer met een heleboel deelnemers. We weten ook dat we een paar mensen moesten afmaken. Omdat als de tijd maar doorgaat, dan houdt het een keer op natuurlijk. Maar gelukkig weer in grote getalen. Het ging ietsje anders dan dat we het zelf voor ogen hadden. Want iedereen waarschijnlijk wel meegekregen heeft, is de zonde hier vlakbij. Achter jullie op een weggetje in een weiland terecht te komen. Is daar een forse klap gemaakt en daardoor is de zonde zoals die hier achter me ligt op de auto, die zal het niet meer doen denk ik. Die zal het niet meer gaan doen, maar we kijken wel weer wat we ervan maken. In ieder geval was het zo dat toen die op de grond neerkwam, er geen signaal meer uit kwam. En was het ook voor ons dus even zoeken, want ook het terugmeldbakentje wat we erin hebben zitten, die, en dus duurde het ook even voordat we jullie konden berichten. Maar gelukkig zijn jullie allemaal nog hier gekomen. We hebben een ander baken aangezet die jullie naar binnen heeft geholpen en zodoende staan we hier met... Nou, hoeveel zullen het er zijn? Ik schat in een mannetje of, 100 hebben we er in ieder geval, maar het zijn er wel meer, denk ik. We gaan zo meteen de prijsuitreiking doen. En verrassend genoeg kwamen er in één keer een heleboel mensen binnen, dus ze reden allemaal in rondjes hier omheen. En dan gaat er een bakentje aan en dan als vliegen op de stroom, zeg ik maar, kwamen ze allemaal tegelijk af. Dus het was voor ons nog even puzzelen hoe het nou zat met de top 3. Maar daarna kwam alles gelukkig achter elkaar binnen. We hebben het ook iets anders gedaan dan vorig jaar, namelijk door jullie zelf eigen namen te laten opschrijven. Want ik heb inmiddels geleerd dat ik altijd schrijffouten maak in namen, dus dan hebben we dat ook niet meer. We publiceren dat nadien op de website. Mocht je daar tegen bezwaar hebben, meld dat dan even bij ons. Dan zorgen we dat dat gaat. Dat moet tegenwoordig, hè. Dat zijn de regeltjes in dit mooie Europa. We zijn geland in het Duitse, of nabij het Duitse plaatsje Emstetten. En... als de ballon, of de zonde moet ik zeggen, de parachute, wel open was gegaan, zou die nog iets verder gegaan zijn. Dus het is ook wel weer een geluk bij een ongeluk. We hebben een mooie uitslag. En we hebben ook een uitslag met winnaars die we nog niet eerder volgens mij, denk ik, in de top 3 hebben gezien. Dat zullen we zo wel ervaren. Wat we nu gaan doen, is even de top 3 bekendmaken. En daarna roep ik alle equipes even kort naar voren. Want voor ieder deelnemende team hebben we ook nog een medaille, hè? Ja, ook nog een medaille, dus een aandenken aan de 41ste ballonvosjacht. Nou doe ik het andersom in vergelijking met vorige jaren, voordat ik de prijzen ga uitreiken. Want nadien bedank ik altijd even een hoop mensen. Dat doe ik nu op voorhand, dan kan iedereen daarna weg, want we moeten nog een stukje rijden. We zijn voor de 41ste keer bij elkaar. Dat vind ik eigenlijk best wel iets heel bijzonders. Vorig jaar was het natuurlijk een jubileumjaar. Maar het gaat gewoon door en het blijkt ook dat mensen hier heel veel plezier aan beleven. Het weer was natuurlijk goed vandaag, dat zal een hoop verschil maken. Maar het is fijn dat jullie met zoveel mensen hier zijn gekomen om te peilen en toch het gevonden hebben. We hebben de locatie eigenlijk niet bekendgemaakt tot nu zojuist. Dus dat betekent dat jullie allemaal op eigen kracht hier zijn gekomen. Waarvoor dank, dat is leuk. We
krijgen heel vaak de vraag, waar is die nou omhoog gegaan? Nou, eigenlijk vinden we dat jullie dat zelf maar mogen uitzoeken, want dat houdt het ook leuk, hè? Misschien kunnen we die plek nog wel een keer gebruiken. Dus het was in ieder geval niet in de directe omgeving van Hilversum. Mag ik het wel zeggen, ja? Nou, misschien moet je het zelf maar zeggen, Maarten. Hulshorst. Wie weet waar dat is? Hulshorst. Bij Heerden, Harderwijk, inderdaad. Wie had dat zelf al min of meer uitgeplooid? Ja, ik zie toch best wel aardig wat handen. En hoe hebben jullie dat dan, hoe hebben jullie dat dan zo gevonden? Met peilingen, met twee pijlauto's stonden strategische plekken. En we hebben nu dit jaar een hele commandocentrum nog, die thuis. En dan hadden we die peilingen inderdaad, hebben ze dat uitgevoerd. Peilingen, ik heb ook mensen gehoord die hebben het aan de hand van de camerabeelden gezien. Die herkenden dingen op de grond. Dus ja, zo kan het ook natuurlijk. Dus we zijn omhoog gegaan in Hulshorst. En dat ligt in de directe omgeving van Harderwijk. Oké, dan nog tenslotte even. We zijn een ballonvossenjacht die helemaal bestaat uit vrijwilligers. Ik denk een mannetje al 25 bij benadering. Die mensen die zitten op dit moment mee te luisteren in Hil. Ik vind het fijn als jullie daar een hartelijk applaus voor willen geven. Want je zal maar de hele dag in die kelder opgesloten zitten. Dan kun je toch beter in de auto zitten. Oké, hebben we nog iets anders te melden, Maarten? Wat melden? Oké. Iemand die ook wel een applaus verdient, want die heeft nu heel veel tijd gestoken in die zonde die hier achter ons ligt in stukjes. En nog een hele hoop andere dingen. Maarten! Ik mag wel zeggen dat Maarten de karttrekker is geweest dit jaar van de ballonvossenjacht. Die heeft vrijwel het grootste stuk, zonder meer het grootste stuk op zich gehad. Dus daardoor is het allemaal weer zo goed gegaan. Lijkt me tijd voor de prijzen. Ik wil jullie tot slot nog even vragen, mochten jullie zeggen, de ballonvossenjacht moet blijven, die moet blijven voortbestaan, wat ons betreft gebeurt dat gewoon. We zijn altijd heel erg blij met de donatie, want ja, het moet wel betaald worden. Het kost geld, kijk maar, het is weer stuk, het moet weer gemaakt worden. En zo'n zondes, ballon en al die dingen die erbij komen, verzekeringen en dergelijke, niet heel belangrijk als die als een kogel naar beneden komt. Die willen we toch wel heel graag blijven betalen en daarmee hangt het ook samen. Dus kijk even op de website en er is een donatieknopje die je verder helpt. En daar zouden we als organisatie heel blij van worden. Dan de prijzen. We hebben weer genoeg gepraat, denk ik. De laatste was, even zien, plek nummer 42 op dit moment en misschien komt er nog wel eentje binnen. Ik ga de lijst aan het einde even snel opnoemen en dan kun je een medaille halen. Dan beginnen we met de top 3. Ja, precies. Oké. Goed, op de derde plek, daar beginnen we mee. Die is geëindigd. John, Papa Echo 1, Kilo Tango Kilo met team. Kom maar even naar voren. Kom maar even hier naast staan. Kom maar even hier staan dan. Zo, kom er even bij. Heel team. Dat is leuk. De ene kijkt wat schusterder als die andere. Die moet dat nou? Als je allemaal een beetje die kant op draait, dan kunnen we dat ook in beeld brengen. Zo, John, jij bent John? John. Hartelijk gefeliciteerd. Derde prijs. Had je al eens eerder in de prijzen iets meegemaakt? Niet meer in de prijzen. We hebben 2 jaar al meegedaan. Dit is onze derde jaar. We zijn een keer ergens in het jaar 30 of zo geëindigd. Vorig jaar 25. Nou, dit jaar 3. Dus... Ja, dat is een dikke winst, hè? Ja, super. Want... Volgend jaar eerste? Gaan we wel voor. Wie heeft er voor het eerst meegereden? Jullie tweeën? Wat vind je er nou van? Nee, ik vond het leuk. Ja. Een tijdje geen signaal gehad, maar het was super leuk. Rare mensen met antennes? Ja, dat zeker, maar dat viel me goed. Dat was ik al wel gewend. Daar word je nu ook mee geassocieerd. Dus oké. Jullie allemaal heel hartelijk gefeliciteerd. Ik zie team van 1, 2, 3, 4, 5, 6 personen. Nou weet ik wel aan wie ik de prijs ga overhandigen. Dat is meestal de kleinste. Even kijken wat de derde is hoor. Dus, ik laat hem even hierin zitten. Het is er eentje van glas. Laat hem niet vallen. En zo blijft hij ook mooi schoon. Heel hartelijk gefeliciteerd. Mag je nog even op de video erbij? Jee, ja. De derde prijs. Dank jullie wel. Dan gaan we naar de tweede prijs. Ik moet even spieken. Ja, of we het nou leuk vinden of niet, Hollanders. Maar de eerste twee prijzen zijn gevallen in België. Ja. Op de tweede plek hebben we Oscar November 4, Charlie Delta Romeo met team. Zijn ze? 3 man! Misschien, jij bent? Voor het eerst weer. Kees. Henkel.
Nee, de roepbeppers? Nee? Zo, gekke mannen met antennes. Oké. Okay. Hartelijk gefeliciteerd. Tweede prijs. Hoe ging het? Met de vorige 2 jaar. Ik ben trots dat je zonder DFU, zonder dopplers bereikt hebt. Je hebt gewoon een pijlsetje gebruikt ofzo. Wat gebruik je? Zo'n lintmeter richtantenne gemaakt en gewoon met een fietsen mobiele antenne, mobiele ontvanger. En geprobeerd voor dat 10 centimeter daar, maar dat lukte niet. Nee, dat ging niet. Oké, okay, is te hoog gegeven die frequentie dan. Oké. En jullie deden jullie al eerder mee? Tweede keer. Ja, samen. Vond je het leuk? Ging het goed? Ja, ging goed. Ja. Kan niet beter. Nee, ook voor de tweede keer mee? Nee, van mensen maar deze keer. Heb je er zoiets gedaan? Ja, nee, nog niet. Leuke sport, hè? Op zit hier wel. 22 mega, dat is dan wel. Ook op 27 procent. Die zien we ook wel vaker. Oké, nou dan gaan we jullie de prijs overhandigen. Lastig hoor, met mijn handen vol. Even kijken, de tweede prijs. Ook weer in papier. Die moeten we wel even uitpakken, maar zal ik hem aan jou overhandigen? Hartelijk gefeliciteerd. Voor de tweede prijs voor Owen, wat was het? 4 CDR. Dan komen we, ja, doosjes er nog bij voor het transport. Zo. En dan komen we bij de, ik wilde zeggen de hekkensluiter, maar het is natuurlijk degene die helemaal bovenaan staat. Ook vanuit België, en dat is Oscar November 8, Charlie Foxtrot. Hoi. Thuis, t-shirt met kool. Voor de hoeveelste keer doe je mee? De eerste keer. Echt waar? Ja. Nou, dat is wel. Hoe ga je dat ooit verbeteren? Ja, precies. Dus, misschien een van de 2 andere wagens volgend jaar. Hè. Dus okay. We zijn met 3 auto's. Oh, met 3 auto's. Oké. Okay. Hey, en waar zijn jullie zelf vandaan? Wij zijn van Antwerpen op dus hele rit. 80 kilometer. Bijna 300 kilometer terug. Nou, dan, we zullen het niet te lang maken. Jullie zijn met z'n tweeën? Of? Ja, we zijn met 3 wagens. Dus we hebben allemaal samengewerkt. Oh, oké. Okay. Dat is mooi. Ja, ik zie het. Oké. Okay. Ah, oké. Okay. Hey, en dat samenwerken, hoe ging dat dan? Gewoon, wij met onze topper, wij hadden eigenlijk vrij. We zijn helemaal naar Hilversum gereden. Daar hebben we peilingen gedaan, we hadden vrij snel signaal eigenlijk. Dan hebben we dat doorgestuurd naar een van onze kips. En die heeft dat dan allemaal op kaart geprojecteerd, van alle 3 de wagens. Terwijl dat wij aan het rijden waren. En kruispeilingen gemaakt dus? Nou, snelweg 1. Ja. En dan richting hier ontkomen, van, ik weet niet juist welke afslag dat was. En dat was recht op recht. En in de richting was die weg. En de toppers zijn nog altijd recht op recht. Dus hebben we recht en door beginnen rijden. En dan zijn jullie in de lucht gekomen. En dan waren we hier nog 1 kilometer op 3-4 terug. Ja, oké, okay, hartstikke goed. Voor de mensen thuis, we hebben hier een baken in de lucht gezet, omdat het echte baken niet meer werkte natuurlijk. Jullie krijgen de eerste prijs, die ga ik jullie geven. Dit is papa, hier van mij, kan ik volgen. Laat hem niet vallen. Dus. Gemaakt van glas, met mooi gegraveerd werk. Dus kunnen we hier zo nog even bekijken. En ja, die moet je wel voorzichtig transporteren, want we hebben al een keer een club gehad die heeft hem laten vallen. Dat was een beetje jammer toen. Dus we maken foto's. Oké, daarmee ben ik eigenlijk aan het einde gekomen. Ik ga nog even de namen oproepen, dat doen we niet in de uitzending, want dan moet iedereen dat horen. We gaan die de totale uitslag die gaan we publiceren op de website. En ik roep jullie even één voor één op en dan hebben we per team dus een medaille, dus loop nog niet weg. En aan het einde dan kunnen we op ons gemak allemaal vertrekken. Hartelijk bedankt allemaal. En wat mij betreft weer, nou, tot volgend jaar. En dan sluit ik hier ook even af. Ik laat het wel even openstaan. Jullie moeten hem zelf maar eventjes even afsluiten. En dan kan ik even mijn ding doen. Amateur Radio Newsline Report number 2185. With a release date of Friday, September 13th, 2019. To follow in 5, 4, 3, 2, 1. The following is a QST. A YL celebrates a record-setting sale, a rare grid activation by satellite, and radio is the safety net for a 200-mile mountain bike ride. All this and more as Amateur Radio Newsline number 2185 comes your way right now. From around the world, this is Newsline. Amateur Radio's first independent on-the-air news and bulletin service. Now reporting from Charleston, West Virginia, here's Jim Dameron, N8TMW. Our top story this week is a tale of personal triumph.
You may remember Newsline's interview last autumn with the YL sailing solo around the world, hoping to set a new record. Well, she did it. Here's John Williams, VK4JJW, with her story. Jan Socrates, VE0JS, sailed jubilantly into Victoria, British Columbia, past the Ogden Point breakwater on Saturday, September 7th, ending her 339-day journey and beginning her new status as record holder. Jan, who is 77, has become the oldest person to sail solo around the world non-stop and unassisted. During the journey that began October 23, 2018, the retired university mathematics professor made hundreds of QSOs on HF and blogged about her daily challenges and activities. In November of last year, she spoke to Newsline from her vessel when it was north of Dulce Island and en route to New Zealand and Australia by way of Cape Horn. Sea swells, two cyclones and equipment malfunctions were formidable but temporary obstacles, and she savoured her 4 months later than planned arrival home, all the more because of them. Jan, who's been sailing since the age of 48, beat the record previously held by Minoru Saito, a Japanese yachtsman who was 71 when he accomplished the challenging circumnavigation in 2005. Jan already captured the record in 2013 for being the oldest woman to complete the voyage. For Amateur Radio Newsline, I'm John Williams, VK4JJW. India's space agency has located the lander from its failed lunar mission. Jason Daniels, VK2LAW, has been following that story. India's crashed Vikram lunar lander, part of the nation's failed Chandrayaan-2 mission, was located on the lunar surface, according to reports from the Indian Space and Research Organisation, or ISRO. ISRO reported that it was attempting to make contact with the lander, which had been photographed via thermal image from the orbiter. The mission had entered lunar orbit on August 20th and its lander separated on September 2nd to prep for its eventual descent. The goal was to make a soft landing and deploy a robotic lunar rover to search for water near the south pole of the moon. The mission was considered the agency's most complex to date. Officials said the orbiter will continue to study the moon from a distance. A successful landing would have made India the fourth nation to achieve a lunar landing after the United States, the former Soviet Union, and China. India has said it hopes to send a trio of astronauts into space by 2022. For Amateur Radio Newsline, I'm Jason Daniels, VK2LAW. Ever wanted to work a rare and challenging grid? Via satellite, no less? Now you can. Neil Rapp, WB9VPG, has those details. One of the most challenging grids in which to make a satellite contact is going to be activated on the 22nd of September by a team of hams on a boat anchored off San Clemente Island near Southern California. This is grid Delta Mike 02. Alex in 7AGF and Ron AD0DX expect to be operating on FM and linear satellites for about 10 hours beginning at 1000 UTC, which is 3 in the morning local time. Ron wrote on QRZ.com that the duo will be on the boat for 22 hours and that the activation is, of course, weather dependent. They will be using the call sign N60/MM. Ron wrote on QRZ that Delta Mike 02 is one of the more difficult grids to make a satellite contact in because the only landmass in the grid is San Clemente Island, which is a restricted U.S. naval base. Ron said the last amateur to activate the grid was Mike, W8LID, who accomplished it in June of 2017. He said the two hams were able to benefit from some guidance Mike provided before they set out on their journey. The pair write that it is costing them $2,500 for use of the boat, and they have been accepting donations. Information is on the N60 page on QRZ.com. For Amateur Radio Newsline, I'm Neil Rapp, WB9VPG. A new day dawns for a new radio union in the Netherlands. Jeremy Boot, G4NJH, tells us more. The Dutch Kingdom Amateur Radio Society has been dissolved. The new Dutch Amateur Radio Union, DARU, is now about to replace the five-year-old foundation, and according to various reports, it's to carry forward its predecessor's objectives. The Dutch Kingdom group was discontinued in June in preparation for its replacement. The Netherlands Antenna Placement Support Office had functioned under it, but will now operate as part of the new radio union.
DAIU said on its website, in translation, "This is a fantastic and important step for the future that we can all be proud of." It also noted that despite earlier reports to the contrary, paid-up donors to the foundation during 2019 will not be required to pay additional fees to the new organisation until the 31st of December 2020. For Amateur Radio Newsline, I'm Jeremy Boot, G4NJH. There's some good news for Hamvention fans who've begun to settle in each May at the Greene County Fairgrounds. Jack Parker, W8ISH, has that story. Dayton Hamvention isn't likely to be going anywhere anytime soon. The Dayton Daily News reports that Greene County, Ohio's Fair Board has reached an agreement with organizers to keep the massive amateur radio gathering at the Greene County Fairgrounds and Exposition Center in Xenia for the next 5 years. The announcement comes on the heels of word that Hamvention drew 32,472 attendees earlier this spring, a total considered the highest since the event relocated from its longtime home at Hera Arena. The first Hamvention at the Greene County Fairgrounds was held in 2017. Ron Kramer, KD8ENJ, president of the Dayton Amateur Radio Association, has said in the past that the event's annual economic impact on the region is between $15 and $18 million. Kathleen Wright, executive director of the Greene County Convention and Visitors Bureau, told the Dayton Daily News that with continued growth expected for Hamvention and more hotel rooms becoming available, even more attendees can be accommodated in the years ahead. For Amateur Radio Newsline, I'm Jack Parker, W8ISH. A well-traveled, long-time ham radio operator has just added a new role to his resume. Magazine Awards Editor Heather Imby, KB3TZD, has that story. CQ Amateur Radio Magazine has named Eddie D. Young, AE7AA, of Clearwater, Florida, as its awards editor, beginning with its September issue, where his first column appears. Eddie became a licensed radio amateur in 1954, and since that time has held more than 24 call signs. He notes on his QRZ page that he worked his first DX in 1956, making a successful contact with VQ6LQ. He received his first ARRL DXCC award in 1966, while he held the call sign K6CAA. Eddie is a former awards manager for the Wireless Institute of Australia. Australia is among the nearly dozen countries he has lived in over the years. He succeeds Ted Milanowski, K1BV, SCQ Awards Editor. For Amateur Radio Newsline, I'm Heather Emby, KB3TZD. There are big doings in Peoria, Illinois on the 21st and 22nd of September. It's the Peoria Superfest, marking the 100th birthday of the Peoria Area Amateur Radio Club. Someone else is also celebrating a birthday, but not his 100th. Newsline's own Don Wilbanks, AE5DW. You can meet Newsline's Young Ham of the Year, Drew Vreba, KC9ZJX, and Joe Eisenberg, K0NEB, CQ Magazine's kit editor, will be conducting a kit build, while Craig Thompson, K9CT, will discuss his upcoming Pitcairn Island de-expedition. For more details, visit W9UVI.org. Time for you to identify your station. We are the Amateur Radio Newsline, heard on bulletin stations around the world, including the K7EFZ repeater in Idaho Falls, Idaho, on Tuesdays at 9 p.m. local time. If you're in a part of the world welcoming autumn's cooler temperatures, why not take your rig outside and enjoy the break from the heat? Kevin Trotman, N5PRE, tells us how. Amateur radio knows many seasons, and here in the U.S., the season that is almost upon us is the fallout season. It gets its name from the third annual fallout event being held by the 100 Watts in a Wire podcast from the 11th through the 13th of October. The podcast host and creator, Christian Kudnick, K0STH, told Newsline that this is the season for hams to get outdoors and exercise their bodies as well as their gear before the cold temperatures arrive and force everyone here in the U.S. into the warmth of their QTH. If you're into SOTA, POTA, and IOTA, why not activate for those awards and then double dip by making it a fallout event too?
While this isn't a contest, there are prizes for participants who earn 25 points for contacts with some of the special ops, with each operator worth 5 points. Be sure to spot yourself on Twitter and on the 100 Watts in a Wire Facebook page. If you were listening this past week to the 100 Watts in a Wire podcast, you probably heard Christian announce the details. You can also visit the website at 100wattsandawire.com/activities. While you're there, you can also subscribe to the podcast. For Amateur Radio Newsline, this is 100 Watts in a Wire member ID 179, Kevin Trotman, N5PRE. The voice of America's Bethany Relay Station will be celebrating its 75th anniversary as hams from the Westchester Amateur Radio Association, WC8VOA, get on the air. Be listening on September 21st from 1500 to 2200 UTC on the HF bands for operators calling QRZ on SSB, FT8, and possibly CW. Certificates will be available a few days after the event, downloadable from the club's website, WC8VOA.org. A lifelong radio amateur who held major roles in both the ARRL and the International Amateur Radio Union has become a silent key. IARU President Emeritus Larry Price, W4RA, was also an ARRL life member and a former ARRL Vice President and First Vice President before ascending to the organization's presidency. As president, he served 4 two-year terms. At the same time, he was also secretary of the IARU, eventually becoming its president for a decade starting in 1999. He also helped incorporate the ARRL Foundation. The Arkansas native, first licensed as a ham at 16, died on September 10th. He was also a veteran of the U.S. Army Signal Corps. Larry Price was 85. The former president of the Cushcraft Antenna Company has also become a silent key. Glenn Whitehouse, K1GW, was considered an innovator as well as a businessman. The North Carolina resident who served in the U.S. Air Force during the Vietnam War died on the 5th of September of cancer. The DXCC Honor Roll member and officer of the Yankee Clipper Contest Club left his mark on the Cushcraft Antenna Company after arriving there from G.R. Whitehouse & Company, which provided components for tuners and high-power amplifiers. Under Glenn's leadership, Cushcraft launched the VHF-UHF Yagi Boomer line, as well as the Skywalker X7 and X9 tri-banders. A New Englander by birth, the Maine native retired to North Carolina after having lived for a time in Amherst, New Hampshire. In a posting on eham.net, friends remembered him for his sense of humor and his eagerness to learn new things in software programming. He was the creator of a number of SDR homebrew radios. He had been a radio amateur for more than 60 years. Glenn Whitehouse was 76. And a prominent longtime influencer in amateur radio in Japan has become a silent key. Hiso Shono, JA1AA, who died on the 19th of August, had served for 2 terms as the vice chair of the Japan Amateur Radio League, the national member society. The longtime amateur got his first license in 1938 with the call sign J2IB. He was granted his last call sign, JA1AA, in 1952 after amateur radio was permitted again in Japan, and was in fact the first of the nation's hams to be relicensed. He particularly enjoyed QRP operating as well as DXing. Shono was 100. In the world of DX, listen for operators Urus, YL2GM, Jack, YL2KA, Kaspars, YL1ZF, and Christers, YL3JA, operating as C21WW from Nauru from September 16th through to the 25th. Listen on 160 through 6 meters and possibly 60. They'll be using CW, SSB, RIDI, and FT8. FT8 will be fox and hound mode. The team will always use split operation, QSL direct to YL2GN or by club log. Be listening now through the 30th of September for the special event call sign 9M16 King from Kuala Lumpur, Malaysia.
Operators are celebrating the 16th Constitutional Monarch and Head of State. Make your contacts on 80 through 10 meters using CWSSB and various digital modes. QSL information is on the QRZ.com page. CHIP KB1QU is operating from Ghana as 9G5QU until the 21st of September. Listen on 40, 30, 20 meters where he will be using CW, FT8, and FT4. QSL direct to N4GNR. In Malta, Klaus DL700 will be using the call sign 9H3GK between the 29th of September and the 6th of October. He'll be on various HF bands, holiday style, most likely 80, 40, and 20 meters SSB. Send QSLs to DL700 by the Bureau. Just as we began this week's newscast with the story of a journey, we end our report with another journey. This one stretches 206 miles, reaches elevations as high as 10,000 feet, and involves more than 1,700 cyclists and 135 hams from four states. Mike Askins, KE5CXP, picks up the story from here. The Logan to Jackson bicycle race in Utah, also known as Lotoja, is the longest one-day cycling event in North America to be sanctioned by the U.S. Cycling Federation. For the scores of hams providing communications assistance, it has grown into the longest day. According to Kevin Reeve, N7RXE, of the Bridgerland Amateur Radio Club in Logan, Utah, the event that took place on September 7 is both a race and a ride. It is also a prominent fundraiser for a number of medical organizations and is a test of hams' emergency preparedness. Kevin said more than 40% of the race through the mountainous region is unserved by cell phone communications. The terrain, which includes three mountain passes, prevents cyclist support crews from even following them, and so hams provide communications, first aid, and mechanical support to ensure safety as riders head from Logan, Utah, to Jackson Hole, Wyoming. Kevin said, quote, "It's a crazy day and event, and we love it," end quote. In fact, for the past 6 years, organizers have had no trouble recruiting hams to sign up. Kevin also said, quoting here, "It pushes amateur radio operators to the limit," end quote. On that day, it seems the sky and the ham's ability to help is limitless. For Amateur Radio Newsline, I'm Mike Askins, KE5-CXP. With thanks to Amateur News Weekly, the ARRL, Cache Valley Daily, CQ Magazine, eham.net, Japan Ladies Radio Society, Kevin Reeve, N7RXE, Ohio Penn DX Bulletin, Radio Society of Great Britain, Southgate Amateur Radio News, Ted Randall's QSO Radio Show, The Times Colonist Newspaper, WC8VOA, WTWW Shortwave, Twitter, and you, our listeners, that's all from the Amateur Radio Newsline. Please send emails to our address at newsline@arnewsline.org. More information is available at Amateur Radio Newsline's only official website at arnewsline.org. For now, with Karen Eve Murray, KD2GUT, at the news desk in New York, and our news team worldwide, I'm Jim Dameron, N8TMW in Charleston, West Virginia, saying 73. And as always, we thank you for listening. Amateur Radio Newsline is copyright 2019, all rights reserved. Foundations of Amateur Radio. Recently, I had the opportunity to use a new radio whilst I was far away from my shack. It wasn't unexpected. I took the radio with me, planned for the experience, and packed light with intent. My original packing included a 10-meter length of coax, my analyzer, some antenna weights, wire, rope, power leads, BNC adapters, barrel connectors, and a ballon. Total weights came in at about 7 kilo, more than double the weight of the radio itself. The biggest weight came with the coax, so that stayed home. Got rid of all the what-if adapters, dumped the antenna weights, dumped the ballon and the analyzer, added an unun and a multimeter, and came in at just under 5 kilograms. The idea was to operate from the car, chuck a long wire into a tree and make noise. Then I got to where I was going and learnt that there were lots of SOTA peaks nearby. If you're not familiar with SOTA, it stands for Summits on the Air, and it's a way of encouraging people to go out and make noise while also encouraging others to listen out for your activation of a nearby peak.
As an aside, it's separate but closely related to WWFF, Worldwide Flora and Fauna, since peaks are often in national parks, and who wouldn't want an excuse to activate two things in one sitting? One of the most basic rules of SOTA is that all equipment must be operated from a portable power source, batteries, solar cells, etc. Operation is expressly forbidden using permanently installed power sources or fossil fuel generators of any kind. That of course means that using the battery in a car is not allowed, though I suppose I could unbolt the battery from the engine bay, but I'm pretty sure that the hire car company would frown on that plan. I set about attempting to find out how much power the radio actually draws at 5 watt, and how much battery I'd need to activate a peak. Given that my shack wasn't where I was, I couldn't just plug it into my fancy power supply and read the power draw from the display. Should have done that before I left. Shoulda, coulda, woulda. I resorted to asking the community, but that was dependent on the kindness of strangers. Another hitch was the battery. I came up with the brilliant plan to use one of those high-capacity jumpstart boxes, 18 amp hours or so. Picked the one I liked the best, figured out if I could ship it back to my shack on return, since it likely couldn't fly, both from a weight and a dangerous goods perspective, and found a supplier locally. Well, 108 kilometres away. And then, me being me, I downloaded the user manual and learnt that what I wanted to do, power my radio, was expressly, strongly, not recommended, fear of explosion and the like. Planning foiled. I still wanted to operate, contest to be attempted, SOTA be damned. How could I operate and not fear that I'd be draining the car battery? A cigarette lighter mounted voltmeter. So now I can connect the radio directly to the battery in the car and check the voltage whilst I'm operating. Now all I need is a parking spot with a nearby tree or gazebo and no noisy neighbours or overhead power lines. I'll let you know how I go. I'm Ono, Victor Kilo 6, Foxtrot Lima, Alpha Bravo. Title music is by Croatian artist Blasko and is published under Creative Commons. You can find this podcast on dmpodcast.net, DM is for Daily Minutes, and on several other platforms. De internetfaciliteiten en studio hardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl, 70MHzShop.nl. Daily Minutes Podcast. Whoever hears this is crazy. En microfoon naar retour.